In 1932 is het plan gevat om het land om Urk heen droog te leggen. En uiteindelijk is in 1942 de inpoldering een feit en is het water om ons heen eigenlijk zo goed als verdwenen op het IJsselmeer na. Vanaf die tijd heeft de vloot zich doorontwikkeld naar visserij op de Noordzee. Ik ben Jan Kramer. Ik ben directeur van Mossy Food in Urk. Wij zijn een padvisverwerkend bedrijf, opgericht in 1982. En in die 40 jaar bedienen we voornamelijk retailklanten door heel Europa heen. North Sea Food is eigenlijk een geïntegreerd bedrijf. Dus een van onze aandeelhouders heeft een eigen vloot. Met die eigen vloot wordt heel veel vis opgevist die wij hier ook in de fabriek verwerken. Wij werken samen met een hele grote onderneming. En die vraagt van ons om de hele keten in de hand te hebben. Dus wij moeten eigenlijk garanderen dat we alles binnen de muren van dit bedrijf doen. En dat doen we dus daarom ook. Alle stappen van, wij noemen het wel eens van schip tot schap, wordt hier in principe binnen de muren van dit bedrijf, wordt dat in het productieproces wordt dat verwerkt. Ja, dat kan zijn een naturel filet, dat kan zijn een filet met een paneerlaagje eromheen, dat kan een afgebakken of een voorgebakken product zijn, dat kan een product met saus zijn. En uiteindelijk wordt het verpakt in een doosje welke jij en ik in de supermarkt zien liggen. De overheid heeft vele jaren geleden het quotasysteem in leven geroepen, waardoor vissers gebonden zijn aan een maximum hoeveelheid te vangen product per jaar. En dit quotumsysteem wordt elk jaar geherijkt. Dus er wordt door biologen gekeken wat de volumes, de biomassa in zee is. En op basis daarvan wordt een TAC afgesteld. En dat TAC, dat is een afkorting voor Total Allowable Catch. Dat is in principe het totaal volume wat een vloot per jaar van een soort mag vangen. Dat is in mijn ogen is dat al een heel duurzaam systeem. Wat wij nu heel vaak zien is dat je door de grote retailers en ook de grote merken heel erg onder druk wordt gezet als producent om maar zo goedkoop mogelijk product te leveren. Maar als je naar duurzaamheid wil kijken, wat kunnen wij doen? Dat is denk ik een eerlijke prijs betalen voor het product. Als we ook nog verder kijken naar de bedrijfsvoering in de fabriek, op het platte dak van ons pand, die hebben we helemaal vol liggen met zonnepanelen. Daarnaast zijn we aan het kijken hoe wij de restwarmte kunnen gebruiken voor eventueel het verwarmen van onze fabrieken hier, maar ook het verwarmen van een nieuwbouwwijk die hier naast het industrieterrein gebouwd wordt. Dus dat zijn allemaal initiatieven om te zien hoe wij zo duurzaam mogelijk het product uiteindelijk in de schap kunnen krijgen.